Hallo, wij zijn van SVTV en wij doen nu een opname van de minuut. De bedoeling is dat een leerkracht zoveel mogelijk antwoorden, dus 25 antwoorden, zo snel mogelijk gaat proberen te beantwoorden. We zijn hier met mevrouw Bosman. Bosman. Ja. En u gaat zoveel mogelijk vragen proberen te antwoorden. Ja. Eerst en vooral, wat is uw naam? Martien Bosman. Wat is uw burgerlijke staat? Ik ben gehuwd. Wat is uw opleiding? Germanist heette dat toen nog. Welke vakken doseer je en in welke jaren? Ik geef Nederlands en Engels in het vierde jaar. Dan wat persoonlijke vragen. Wat was als kind uw favoriete vak? Ik had veel favoriete vakken, maar ik deed niet graag geschiedenis. Wat is uw sterkste eigenschap? Organiseren. Van wie hebt u al veel opgestoken op deze school? Van al mijn collega's. Wat is je grootste guilty pleasure? Chocolade. Wie moet u spelen in de film van uw leven? Mezelf. Als je een dier zou zijn, wat zou je dan zijn? Een hond. Oké. Geef me 1 miljoen en ik? Ik reis de wereld rond. Met wie zou ik graag eens tafelen? Met Obama. Oké. Dan even dieper ingaan op je loopbaan. Is lesgeven nog altijd een passie? Ja, denk het wel. Wat geeft je energie en waar word je moe van? Energie krijg ik van lessen die goed lopen als de leerlingen goed meewerken. En moe word ik van herhalen en herhalen en niet goed lukken. Wat is uw grootste angst? Ja, het heeft niks met mijn loopbaan te maken. Verdrinken. Ah. Dan A of B. Teamplayer of Einzelganger? Einzelganger, nee. Teamplayer. Den Buiten of de stad? Den Buiten. Zee of bergen? Zee. Canvas of VT4? Canvas. De Standaard of het laatste nieuws? De Standaard. Pascal Nasens of Jeroen Meus? Jeroen Meus. Chocolade of aardbeien? Dan toch aardbeien. De jeugd van tegenwoordig bestaat of is altijd zo geweest? Die bestaat, maar die is altijd anders. Oké. En dan de laatste vraag. Houdt u meer van muziek of stilte? Stilte. Oké, dat was het. Bedankt voor het kijken.